Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is nu 6 uur in de ochtend en het is de dag van het Paarden YouTubers Live Event. En ik ga jullie natuurlijk meenemen. Eerst moet ik mijn auto nog inpakken. Daarna snel naar Snuit, hopen dat ze nog schoon is. En dan op naar Ermelo. Dit is een klein gedeelte van de spullen die ik in de auto moet gaan zetten. Laat ik maar snel beginnen. We zijn aangekomen in Ermelo en Maureen is er ook bij. Die gaat vandaag fotograferen. Ze is met mij meegereden. En Snuit staat lekker in het stalletje. Snuitje is mooi schoon. Dat is mooi. We zijn bezig met het indelen van de stand. En Fenna is er nog niet, want die moet eigenlijk hier naast mij zijn. En aan de andere kant naast mij zien jullie kampioen. Daar zie je Emma en de rest. En hier hangen mijn posters. En ik heb thuis alles al opgerold. En ik heb ook zakjes. Dan heb ik wat opgeschreven. En ik heb hier cadeauzakjes voor de armbandjes. En dan heb ik overal een boodschap opgeschreven. Of gewoon mijn naam, Snootable. Dus, om het een beetje op te leuken. En hier kan dus iedereen zijn vraag inleveren voor de Q&A. En iedereen heeft dus een eigen emmertje. En dit is nu dus hoe mijn standje eruit ziet. Kijk, alle armbandjes hebben een eigen tekst. Dit is van droom naar doel naar toe. Hier staat bijvoorbeeld maak je paard groot. En we zijn nu in een andere hal en daar zijn ook allerlei standjes. En de losrijbaan is hier waar iedereen kan losrijden voor de demo. En ja, ook superleuke standjes. Ik zal even wat laten zien. Dit is van Latitana Horsehair. Allemaal mooie paardenhaarsieraden. En jij gaat vandaag ook live armbanden maken, hè? Ja. Leuk. Ik ga een plukje haaien inleveren en dan ga ik het gewoon maken. Ja, cool. Ik ben benieuwd. Ja, superleuk. Nou, en ook allerlei andere standjes, mooie tekjes en touwhalsters natuurlijk. Oh, kijk dan. Dit is onze fotoband. Even snel weer naartoe. Ik heb hem nog niet eens gezien in het echt. Oh, kijk dan hoe leuk. Nou, dit is dus de fotomuur met de levensgrote. Nou, hij is nog wel wat groter dan levensgroot. Oh, ik zal niet te veel inzoomen. En Maureen, kan je eens even daar gaan staan tussen Rebecca en Fenna? Kijk, dit is dan het idee. Dan kan je zo op de foto. Leuk. En dan met lampen erbij voor goede belichting. Dit is de ingang met de rode loper en een mooie vlag van het Paarden YouTubers Live Event. De eerste bezoekers gaan zo meteen binnenstromen. En ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik zit even bij Snuitje in de stal. Om me nog heel even terug te trekken, want ik kan de rust altijd wel waarderen. En als ik er ben, dan eet Snuitje wel hooi. En als ik wegga, dan draait ze heel veel rondjes en dan gaat ze hinneken. Oh ja, en het been. Het gaat heel goed met Snuitje been. Ja, jullie zien het is nog niet helemaal dicht. Maar ze loopt dus niet kreupel en ze doet verder hartstikke goed. En van de arts mag ik ook gewoon met haar rijden en trainen. Dus vandaar dat Snuitje er wel gewoon bij is vandaag. Ik vind dat geluid als een paard hooi aan het malen is, vind ik echt zo lekker. Misschien moet ik er een keer zo'n video, ASMR video over maken, want het is echt heel rustgevend. Het regent. Ik ga Snuitje verplaatsen naar de andere stal. Want de nummers waren gewijzigd. Dus ik had Snuit braaf in stal nummer 3 gezet. Maar het was veranderd. Dus dat is maar goed ook. Want dan staat ze bij de paarden van de andere YouTubers. En dan is Snuitje een stuk rustiger, hoop ik. Nou, Snuitje staat nu hier. Op een zaagselstal. En ze staat naast Henja van Kim. Van Hart voor Paarden. En daar staat Wesla. En Mojito zien jullie daar. Het is gezelliger, hè, Snuit? Het is beter zo, hè? We gaan beginnen. Hoi! We staan nu midden in de bak en we worden dus voorgesteld. Kijk. En de tribunes die lopen echt al aardig vol. Hey Tess. Hi. Ik ben heel erg klein. Ik moet een beetje op het teken staan. Hi. Hi. Het is lekker druk bij de standjes. Hi. Hoi. Oh, wat een gekte. Ik ben nu echt al met zoveel van jullie op de foto geweest. Het is echt niet normaal. Ik kan er echt niet aan wennen ofzo.
aan de beurt. Ik heb er heel veel zin in. Hoi Anna! Ik moet even om me heen kijken, want ik vind het echt super indrukwekkend. En het is echt een soort van droom uitgekomen dat ik hier met mijn ponystijl, die het vroeger echt heel slecht had, dat ze met haar 23 jaar gewoon hier is en dat we een demo mogen verzorgen. Dus dat is voor mij ook een soort droom die uitkomt. Maar er is zoveel meer naast rijden wat je met je paard kunt doen en waar je
serieus op. Zullen jullie zien, die staan het dichtst bij mij? Ja, je hebt een roze jas. Je mag zo meteen een travers proberen. En heb je net de muziek, dan gaat het paard van zijn binnen naar binnen lopen. Wat je zo meteen gaat doen, je houdt twee teen vast. Die hou je een beetje naast de kaak. En dan doe je twee keer met de kop. En dan ga je naar achteren lopen. Kijk, zie je? En als die het niet gelijk doet, dan kietel je het even op zijn schot. Snijd je kan. Ja, en dan ga je achteruit lopen. Ja, en dan hou je de hand een beetje bij de kaak. Wauw. Super. Wat goed. Geef ze even een applaus. Robbie. Robbie. Ik heb nog wilde vragen aan je voordat we zo meteen naar Jill gaan kijken. Loop je altijd naast de paard of train je ook de middels bovenop? Ik train ook. Snuitje die staat lekker te eten hier achter in de stal. En ik heb dat luikje nu heel even open gedaan. Want het is ook wel lekker voor Snuit. Kan ze zo meteen even naar buiten kijken. En dan kan iedereen haar nog een beetje aaien. Maar ik doe hem straks wel weer dicht. Want anders wordt het wel een beetje onrustig voor Snuit. Bij de meet and greet. Ik ben eventjes bij de stand. En het was echt super leuk om de demo te geven. Ik kreeg er echt super veel energie van. En Fenna die is nu... Nee, niet Fenna. Feline, een andere F. Die is nu een spel aan het doen en het is echt druk in de binnenbak. Ik ga je even laten zien. Andere vragen. Zo leuk. Een vraag van bijvoorbeeld zijn. We zijn nu achter de schermen en er is hier een kamer waar alle apparatuur staat en alle geluid wordt geregeld. We gaan even stiekem naar binnen. Behind the scenes. Yes. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is de regieruimte. Oh, de regieruimte. Ja, ik zocht het woord. Jongens, doe even interessant, want de camera draait. Nee, dat is wel een interessant baantje volgens mij. Ja. Ja. Net even geluncht, heel even rust gehad. En over 5 minuten begint een meet and greet. Dus ik ben er klaar voor. De meet and greet gaat bijna beginnen en er staan echt al super veel van jullie te wachten. Ik vind het echt heel gek. En volgens mij mogen we gewoon een willekeurige plaats uitzoeken achter zo'n... balk. Jij hebt een stoeltje, dat is handig. Ik moet gewoon staan. Oh, ik ben mijn stift vergeten. Even snel terugrennen. Ik heb hem. Iedereen staat daar om te wachten. En daar hebben we Jill, Made, Feline zit daarachter, Leanne. En Fenna. En Destiny. Kampioen. En Hart voor Paarden. Hebben we dan iedereen? Oh! Haha, Romy. Snel, opzoeken. We gaan even met iedereen op de foto. Kijk, deze dames hebben een soort van... Ja, wat is het? Een soort van doek meegenomen. Op een houtje gespannen. Echt heel slim. Ik sta hier met Zina en ze wil heel graag een shout-out doen. Ja, aan mijn zusje Lulu. Oh, aan je zusje, wat leuk. Oh, dat vind ik lief. Nou, als je kijkt, zusje van Zina, Lulu heet ze. Ja. Dikke duim omhoog, doeg! Er staat nog een hele rij en we zijn al een hele tijd bezig. Met handtekeningen uitdelen en foto's maken. En Maureen is ook foto's aan het maken. De meet and greet was echt super leuk. Ik vond het echt heel erg leuk om jullie allemaal te ontmoeten. En ik vond het ook heel erg leuk dat ik een aantal ouders heb ontmoet van jullie. Dus even shout-out naar alle ouders die hier toch maar gewoon de hele dag zijn. Hartstikke leuk. Even een break. Oh, ik glim helemaal van het zweet. Ik ga eventjes een glaasje sinaasappels op drinken. En we zijn nu dus achter de schermen. Kijk. Zie je hier mijn uitzicht op de binnenbaan. Maar ik moet even opschieten, want ik heb zometeen nog één demo. Dat is proefjureren van Leanne op Abby. En ja, dus ik moet nog heel even concentreren en ervoor gaan. Snuitje is vandaag helemaal gek op aandacht. Ja. Terwijl, het is nooit zo'n knuffelpony, maar ja, dit vindt ze heel interessant. Kijk nou, hoe lief. Leanne is aan het losrijden daar zo voor onze demo zometeen. En daar zien jullie Fenna en Made met Wesla. Want Fenna gaat op Wesla springen. Met een bareback pad. Op naar de volgende demo. Leanne met Abby gaat een B-proefje rijden. En ik ga haar als jurylid helpen om dat
ja, wat te verbeteren voor als ze later officieel gaat starten met Abby. Ik ga dus vandaag met Abby een proefje rijden en Romy gaat het dus leren. En ja, Romy zal zich ook weer voorstellen voor degenen die Romy hebben gezien. Dit vond ik wel even heel moeilijk hoor, deze demo, want ik moest voorlezen en een beoordeling geven en ja, dan even nog iets nuttigs eruit halen. Maar volgens mij is het goed gegaan, dus mag niet klagen. Als jullie nog leuke foto's hebben die jullie op Instagram of Facebook willen delen, is dit de hashtag paardenyoutubersliveevent17 of 2017, dat kan ook. Ik ga Snuitje lekker terug op stal brengen. Hey Snuitje, nou ben je helemaal ontspannen hè? Ik vond het een superleuke dag. Ik moet helaas eerder weg, een half uurtje eerder. Want ik heb nog avonddienst op mijn werk. Maar ja, dat hoort er ook bij. We zijn onderweg terug naar stal. En ik zit met Maureen. Hey. Die heeft vandaag alles gefotografeerd. En op de Facebookpagina van paarden-YouTubers zullen jullie vast wel foto's zien. En ja, ik denk overal wel op social media. Je komt ze wel tegen. En Snuit wilde vandaag niet heel makkelijk in de trailer. Uiteindelijk is het wel gelukt, maar ik denk dat ze ook wel een klein beetje zenuwachtig was. Ja, ze heeft ook heel erg veel aandacht gehad. En het was ook wel een vermoeiende dag voor Snuit, denk ik. Want iedereen kwam haar aaien en zo bij stal. Was wel lief. Ja, we gaan snel onze reis terug naar huis afmaken. Snuitje, die staat weer lekker in haar eigen stalletje. En er zaten nog wat brokjes in haar bak en er ligt lekker veel hooi. Je hebt het goed gedaan vandaag hoor. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik ben ook heel erg moe, maar dat is begrijpelijk. En ik wil iedereen bedanken die is geweest. En voor degenen die niet konden komen dit keer hoop ik dat jullie toch met plezier naar deze vlog hebben gekeken. En ja, doe even een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vindt. En als je de volgende keer ook naar het Paarden YouTubers Live Event wilt komen, want ik denk wel dat het nog een keer georganiseerd zal gaan worden. Want het was gewoon een groot succes. En ja, vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg!